Maar meneer IJske, dit is dus niet het enige wat u hier heeft. Hier zit dus nog veel meer achter. Oh, ja, kunnen we daar even naartoe lopen? Ja. Dat is een soort grot van Ali Baba. Hier is het wat meer rommelig. Ook boeken, ook veel cd'tjes met muziek. Ik ben een groot melomaan. Ik ben trouwens voorzitter van het Festival van Vlaanderen van Muziek. En dus ik luister heel veel naar klassieke muziek. En dan zit dat hier ook vol wat wij noemen bitprentjes. Ja. Dat zijn allemaal vrienden of vriendinnen die helaas overleden zijn. Het is een selectie, want ik heb er natuurlijk veel meer, maar dit zijn de mensen die ik echt heel goed heb gekend. En ja, dat is ook een beetje een postume hulde aan al deze mensen. Ook een paar recente, zoals onder meer oud-premier De Hane, die ik gekend heb, en nog een paar andere. Ik vind dat... Maar het is hier wel een bende, zeg. Gezellig, ja. Is het hier niet te rommelig? Mijn vrouw zegt dat. Maar ik vind dat juist leuk. Ik vind dat orde ontstaat uit chaos. Ja. En dus... Ik probeer dat geestelijk te ordenen. Dit heeft u gemaakt? Af en toe schilder ik eens even in plaats van medicijnen te slikken. Schilder ik, dat reageert mij af. Denkbeeldige landschappen, ik heb geen tijd om mijn ezel te planten in de velden. Daar laat ik de natuurlijke ezels lopen. Maar ik doe dat hier. En dat zijn dus denkbeeldige landschappen. Die vaak te maken hebben met verre landen die ik bezocht heb. Lijkt zo'n beetje boeddhistisch, Tibetaans. En dan, die bibliotheken heb ik meestal zelf gemaakt. Dat zijn dus wijnkisten die ik geledigd heb. Althans, de fles heb ik leeggedronken. Dat was dus heel genoeglijk. En die heb ik dan gevuld met boeken. Ook de ramen zijn dicht gemetseld met boeken. Ik heb eens een paar keer al die boeken op mij gekregen toen ik hier aan het schilderen was. Maar het is wel een mooie dood, hè? Verpletterd te worden door je boeken. Maar goed, u bent nu 81. Ik ben eraan ontsnapt, ja. U heeft 4000 boeken. Ja. Waar gaan die heen? Hopelijk leeft het nog lang, maar als u er niet meer bent, wat gaat u dan mee doen? Die gaan dan, denk ik, naar mijn universiteit. Naar de bibliotheek. Als ze die nog willen lezen, tenminste. Maar daar moeten zij er maar over beslissen. Veel foto's hangen er ook. Bijvoorbeeld hier, dat is nog een foto met president Mubarak van Egypte, die inmiddels in het nieuws is gekomen door zijn, het einde van zijn dictatuur en zijn proces. Maar u heeft dus ook nog foto's van schurken. Waarom? Ja, je weet maar dat een schurk is meestal als het te laat is. Hier bijvoorbeeld heb ik een foto met Margaret Thatcher. Okay. En de voormalige premier van België, Martens. Margaret Thatcher. Was een zeer kranige en energieke dame. Ja. Maar er zijn mensen die die vrouw ook een schurk noemen. Ja, goed, maar natuurlijk, politici moeten ook wel gewapend zijn tegen heel wat kritiek en verwijten en zo. Hè. Okay. Sommigen zijn echte schurken. Ja. En sommigen zijn eigenlijk brave mensen die proberen er het beste van te maken. Kijk, dat is Napoleon. Zullen we dan maar met deze schurk afsluiten? Dat is misschien wel een massamoordenaar, maar ja. Nou, ik dank u vriendelijk voor de rondleiding. My pleasure. Heel leuk. Stel het wel.